Hoi allemaal, het is weer een nieuwe maand. Dus dat betekent dat het tijd is voor een favoriete filmpje van mijn favoriete producten van januari. Januari 2012 alweer. Jeetje, wat gaat het snel. Het is nu eindelijk winter. Het werd echt wel tijd. Aan de ene kant heb ik zoiets van, ik hou van de winter, want het ziet er mooi uit. En ik vind het gewoon leuk en gezellig en knus. Maar het heeft nu best wel gesneeuwd, dus dat vind ik toch wel ietsje minder. Maar goed, het is dus winter, dus dat betekent ook dat ik mijn huisverzorging daar toch een beetje op moet aanpassen. Ik heb in de zomer een vrij vettige, gemengde huid. Ook alweer met droge plekken, maar vooral toch best wel veel vette stukjes. En 's winters wordt mijn huid echt ontzettend droog. En daar moet ik dus gewoon echt mijn huidverzorging op aanpassen. Een grote favoriet van mij om dus tijdens die hele koude dagen te gebruiken, dat is de Vitamin E Intense Moisture Cream van de Body Shop. En deze hebben jullie misschien al eens vaker voorbij zien komen, want ik zal hem vorig jaar ook nog wel hebben laten zien. En dit is gewoon echt een hele fijne crème voor een droge huid. En dan bedoel ik ook echt een droge huid. Hij is ook geschikt, vind ik zelf, voor mensen die een beetje een gecombineerde huid hebben. Dus met hier en daar wat licht, ja, vettige plekken en ook hele droge stukken is hij ook heel erg fijn voor. Ja, ik heb, nou ja, dit is mijn tweede potje dus al en dit is echt een groot favoriet. Hij kost 17 euro, dus dat vind ik voor een dagcreme, vind ik dat wel echt goed te doen voor gewoon een goede. Dit is een aanrader. En een ander huidzorgsproduct wat ik deze maand heb ontdekt, dat is deze. En dit is het Olaus Regenerist Zichtbaar Regenererend Serum. En ik kan me voorstellen dat jullie denken van, hey Olaus, is dat niet voor de oudere huid? Maar het zit zo dat dit serum, dat bevat echt hele goede, ja, ingrediënten voor de huid. Onder andere niacinamide, als ik het goed zeg. En heel veel antioxidanten. En ik weet niet of jullie Paula Beacon kennen, maar Paula Beacon, zij is van de cosmetics kop Paula's Choice. En zij beoordeelt dus huidverzorgingsproducten op basis van hun ingrediënten en op hun verpakking. En ja, zij geeft dan aan of een product goed is of niet. En dit is een van haar favoriete serums, omdat die dus zo heel erg goed is. En ik moet heel erg zeggen dat ik hem ook echt fijn vind. Ik merk dat mijn huid er beter uitziet en ook wel iets beter gevoed is. Dus ik vind het wel een fijn serum om gewoon regelmatig te gebruiken. Hij is niet goedkoop. Hij kost iets van 25 euro. Maar er zijn echt heel erg vaak aanbiedingen van Olaus met 1 plus 1 gratis. En zo heb ik bijvoorbeeld deze toen ook gekocht. Dus als je gewoon eventjes de folders van de drogisterij in de gaten houdt, kan je hem echt veel makkelijker, wat voordeliger krijgen. Een oude favoriet heb ik ook weer herontdekt. Dat vind ik altijd zo leuk. Dan heb je vroeger producten heel veel gebruikt. En dan komen er weer nieuwe dingen. En dan vergeet je het weer. En dan kom je het later weer tegen. En dan denk je van, oh ja, het is toch echt een fijn product. Nou, dat heb ik dus met deze. Dit is de Clinique Instant Perfecte uit de Pore Minimizer lijn. Dat is deze. En dit is dus een soort serum wat je kan gebruiken. Echt lokaal kan gebruiken. Om, ik noem het een serum. Het primer. Zo kan je het meer noemen. En die kan je dus echt op de plekjes doen waar je dus grove poriën hebt. En hij vult ze dus tijdelijk op. En dat is echt ideaal als je daarna foundation aanbrengt. En de reden dat ik hem nu ook gebruik is omdat ik in de winter liever geen primer over mijn hele gezicht gebruik. Maar dat ik hem dus wel, deze kan ik heel goed op kleine stukjes aanbrengen. En dat zorgt er dan voor dat ik daar niet ga glimmen en dat dus mijn foundation mooi zit. En verder hoef ik het dan niet op mijn wangen of zo te gebruiken, omdat ik daar best wel snel droge plekken krijg. Dus deze is erg fijn voor grove poriën. Ook die kost iets van 19, 20 euro. Ik heb hem echt al heel lang geleden gekocht, dus ik weet het niet zo goed meer. Ik weet niet of jullie er al iets van gehoord hebben, maar er ligt sinds kort, of sinds deze maand, begin van deze maand, ligt een nieuwe Full Repair lijn van John Frieda in de winkels. En ik heb daaruit, ik kom binnenkort een hele review en ik heb uit onder andere het serum uit de lijn. Dat heet Perfect Ends Deep Infusion. En dit vind ik zo'n fijn serum. Het is echt totaal anders dan andere serums die ik heb gebruikt. Normaal zijn serums heel dik en op siliconenbasis. En dit is een soort, ja, ik noem het nu even een watertje. Een beetje een mengsel van olietjes, water en siliconen. En het werkt echt heel erg fijn. Het hele idee ook achter de Full Repair lijn is om je haar te herstellen en het goed te verzorgen zonder te verzwaren. Dus dat vind ik op zich wel een goed iets, aangezien dat echt iets voor mijn haar is. En dit vind ik echt een heel erg fijn serum. Dus als je een beetje, ja, een beetje fijn tot normaal haar hebt en je hebt dus droge puntjes,
is dit een hele fijne. Zoals jullie op de site hebben kunnen lezen, was het afgelopen januari budgetmaand op Pinkie Polish. En ik heb toen allerlei budgetproducten getest en reviews geschreven. En daaruit heb ik nog een aantal grote favorieten overgehouden. Eén product wat echt een ontdekking voor mij was, was de Made to Stay Long Lasting Eyeshadow van Catrice. En dan vooral deze kleur. En dit is, even kijken hoor, Lord of the Blinks. En ik vind hem ontzettend leuk, want als ik hem in combinatie gebruik met deze. Dit is een mono eyeshadow van Catrice in de kleur Talk Like an Egyptian. En dan krijg je, als je die dan met elkaar gebruikt, krijg je zo'n mooie combinatie. Het is echt wauw. Dus ik zal hem even, doe even wat van de crème oogschaduw op mijn hand. En dan die eroverheen. En nou, ik ben dol op goud. En dit is echt perfect. Want je krijgt echt de perfecte metallic goud krijg je dan. Even kijken of jullie het kunnen zien. Ja, het zonnetje schijnt. Dus ik vind hem echt ontzettend mooi. En het grappige is dat ik had deze een keertje gekocht. En ze hadden er toen geen tester van. Dus ik had hem een beetje op de gok meegenomen. En toen kwam ik thuis en ik gebruikte hem. En hij is echt heel erg korrelig. En hij geeft heel weinig kleur af. En toen had ik echt zoiets van, oh, wat zonde. Want hij zag er zo mooi uit in de verpakking. En toen heb ik hem een keertje in een tutorial gebruikt. Dat ik hem zo over mijn bruine oogschaduw heen depte. En toen had ik echt zoiets van, oh wauw, dat is echt heel erg mooi. En nu had ik ook in combinatie dus met deze twee, had ik ook zoiets van, oh hij is toch wel heel erg mooi. Dus zo zie je maar dat een product wat je in eerste instantie, ja, wat je niet zo fijn vindt, dat het toch nog soms kan veranderen. Dus nou ja, Lord of the Blinks, de Made to Stay Long Lasting Eyeshadow en de Absolute Eye Color Talk Like an Egyptian, ook van Catrice. Een andere favoriet van Catrice, dat is deze. En dit is de Liquid Liner in het zwart, Dating Joe Black. En ook deze, ja, zoals jullie misschien wel weten, ben ik dol op de Essence Gel Eyeliners. Maar ik ben de afgelopen paar maanden ben ik echt heel vaak weg geweest. En ben ik, sliep ik ergens anders. En was ik heel veel bij mijn ouders. En dan vind ik het gewoon best wel gedoe om een potje en een los kwastje mee te nemen. En toen ben ik op een gegeven moment ben ik deze gaan gebruiken. En ik vind deze echt heel erg fijn. En deze is iets van 3 euro of zo. En hij blijft goed zitten. Hij geeft heel erg veel kleur af. Hij is ook nog verkrijgbaar in een waterproof versie. Maar ik vind eigenlijk dat de gewone net zo goed blijft zitten. Tenzij je water in je gezicht krijgt. Maar verder is hij heel erg goed. Afgelopen maand was er ook een 1+1 gratis aanbieding op Bourjois bij Ethos. En normaal, nou, jullie hebben het misschien wel gemerkt, maar normaal, ik gebruik gewoon niet zoveel producten van Bourjois. Ik heb nog nooit iets gehad waarvan ik dacht van, wauw, dat is echt goed. En op de een of andere manier, ja, ik weet dat ze echt wel goede dingen hebben, maar het sprak me nooit zo heel erg aan. En die aanbieding was er en ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon eens wat dingetjes proberen. En ik heb daar uit 2 favorieten in elk geval overgehouden. En eentje daarvan is de Healthy Mix Serum Foundation. Dat is deze. En ik dacht altijd dat die veel te donker voor me was. Want in Nederland is de lichtste kleur die ze hebben nummer 52. En bijvoorbeeld in Engeland kan je nog nummer 51 kopen. En ik heb daar best wel vaak toen ik in Londen was voor het schap gestaan. Ik dacht, zal ik me nou nemen? Want dit is een foundation waar echt heel erg veel mensen heel erg positief over zijn. En toen dacht ik van, nou, ik weet het niet. Weet je wat, laat maar. En toen had ik hem dus bij Ethos hier, toen hij in de aanbieding was, nog een keertje getest. En ik zag ook dat andere mensen met een lichte huid hem ook hadden gekocht. En dat dus een goede kleur was. Ik dacht, nou, weet je wat? Ik neem hem gewoon mee. En dit is inderdaad een goede kleur. En hij is heel erg mooi. Hij geeft een mooie dekking, geeft een mooie gloed. En hij is iets van 14 euro. Dus dat vind ik ook nog voor een goede foundation. Vind ik dat echt een goede prijs. En ik ben normaal niet zo onder de indruk van drugstore foundation. Ik gebruik liever of een hele goede budget foundation of een dure foundation. Maar dit is voor een drogisterij foundation echt een heel fijn product. Ik heb ook nog de gewone Healthy Mix foundation gekocht. Maar die is ook in kleur 52 en die is dan weer net te donker. Dus dat vind ik dan wel weer heel erg jammer. Maar aan de andere kant heb ik zoiets van, nou ja, als ik dan weer zelf bruiner gebruik of wat dan ook, dan kan ik die ook gewoon gebruiken. Maar dus voor een lichte huid, ik heb MAC NC15, is deze de serumversie in 52 dus goed. Een ander product dus wat ik ook heel erg fijn vind van Bourjois, hier was ik echt van, wauw, waarom heb ik dit nooit eerder geprobeerd? Dat is de Healthy Mix Radiance en Anti-Fatigue Correcting Concealer. Jeetje, hoe lang kan je het namaken? Nou, de concealer van de Healthy Mix dus. En wat ik het leuke vind aan deze, hij is sowieso een goede kleur. Deze is er dan wel weer in nummer 51.
Ik begrijp er niks meer van. Maar dit is een hele fijne. En wat ik er dus zo goed aan vind, is dat hij, je brengt hem aan en hij droogt op. En hij geeft best wel veel dekking. Dus ja, hij droogt op en hij blijft zitten. En dat vind ik echt heel erg fijn. Ja, dit is echt een aanrader. Hij is er alleen in heel weinig kleuren. Of in elk geval in vrij lichte kleuren is hij er. Maar voor dus een lichte huid, wederom, is dit een goeie. In een filmpje van mij hebben jullie ook al deze voorbij kunnen zien komen. En dit is de blusher in de kleur 9 van Make-up Studio. En ik kan me voorstellen dat je denkt van jeetje, wat is dat een rare kleur blush. Maar het is meer een shaping poeder. En ik gebruikte eerst bronzer om te shapen. Maar omdat ik een vrij lichte huid heb, dan vallen gewoon bronzers heel snel oranje uit. Als je een iets donkerdere huid hebt, dan heb je dat niet zo snel. Maar bij een lichte huid is heel erg. Dus ik was toen bij in de make-up studio winkel in Amstelveen. En toen zag ik dus die shaping poeder staan. En ik dacht, hey, dat is een goeie. Ik denk, nou, laat ik het maar gewoon eens proberen. En ik had eerst zoiets van, oh, hij is wel erg bruin en assig. Maar ik gebruik hem nu elke dag. En dit is echt de perfecte shaping poeder voor mij. En zoals je bijvoorbeeld ziet, ik heb hem dan hier heb ik hem een beetje aangebracht. Langs mijn hals en langs mijn hoofd. En of voorhoofd heb ik hem dan gedaan. En deze is voor mij gewoon echt perfect. En ik heb sindsdien, ik heb nu bijna een maand denk ik, ik heb sindsdien gewoon mijn bronzer eigenlijk niet meer aangeraakt. Omdat ik deze dus zo fijn vind. Make-up studio's ook online te koop op allerlei plekken. En dus in Amstelveen in de winkel. Die zit daar dan in dat overdekte winkelcentrum. Heb je ze echt een make-up studio winkel zitten. En dan heb je nu ook nog natuurlijk Backstage in Amsterdam. Daar kan je ze ook krijgen. Dan heb ik nog een favoriete foundation. En dat is deze. Dat is de Chanel Vita Lumière Aqua Foundation. En ik denk dat ik deze ook al een keertje in een favoriete filmpje heb gedaan. Maar de laatste tijd ben ik er een beetje weer bezig om minder make-up te dragen. Dus minder lagen. Want wat ik dan eerst deed, dan deed ik primer, deed ik foundation, concealer. Daarna deed ik nog een compact powder. En daarna deed ik ook nog een doorzichtige finishing powder. Dus ja, dat was gewoon best wel veel. En het kost heel veel tijd. En ik ben het nu allemaal een beetje aan het inkorten. Omdat ja, mijn colleges beginnen weer en ik moet gewoon soms snel de deur uit. Dus ik probeer er weer een beetje routine in te krijgen. En ik gebruik dus nu deze heel veel. En het goede van deze is, je brengt hem echt super snel gewoon mooi aan. Je kan hem met je vingers gebruiken, je kan hem met een kwast gebruiken. Hij geeft een mooie gloed, hij geeft een medium dekking. En hij droogt als het ware ook op. Dus een beetje hetzelfde als wat deze doet. Ze drogen op en hij blijft gewoon perfect zitten. En ik doe er dan nog wel heel lichtjes een beetje poeder overheen. Maar verder doe ik er echt niks aan. En het blijft heel erg goed zitten. En ik vind deze heel mooi. Ik ga er ook binnenkort een review over schrijven. Want ik heb hem nu al best wel lang. En ik ben er echt ontzettend tevreden over. Dus het wordt tijd om deze nog eens wat beter uit te lichten. Maar dit is dus echt een aanrader. Ook deze is ja, best wel aan de prijs. Het is natuurlijk altijd met Chanel producten. En deze kost iets van 40 euro, denk ik. Dus ja, dat is niet heel fijn. Maar aan de andere kant, voor een goed product, ik vind het hem waard. En dat had ik echt niet verwacht, maar ik vind het hem echt waard. Ja, met die koude winterse dagen krijg ik echt enorm droge lippen. En op een gegeven moment kan je er gewoon niet meer tegen opsmeren. Je weet gewoon niet meer wat je moet gebruiken. En ik was een hele tijd geleden nog, voor kerst of zo, was ik bij Rituals. En ik was echt in zo'n enorme shopbui. Dus ik heb toen echt van alles en nog wat gekocht. En een van die dingen was de Rituals Nourishing Lip Balm. Dat is deze. En dit is echt een hele fijne lippenbalsem. En hij heeft ook nog SPF 10. Dus dat is ook nog mooi meegenomen. En deze heb ik nu gewoon in mijn tas zitten. En ik gebruik hem heel erg veel. En die zorgt er wel voor dat mijn lippen redelijk goed soepel blijven. Dus ik vind het ook makkelijk dat hij in een stick zit. Want ik heb heel veel lippenbalsems, die zitten in potjes of wat dan ook. En deze zit dus in een stick. En dat brengt gewoon hartstikke makkelijk aan. Dus dit is ook een goeie. Als laatste wil ik jullie ook nog groepjes bodyproducten laten zien. In de winter op zich, ik krijg wel gewoon een beetje jeukerige benen en zo van de kou. Maar het valt nog wel mee. Maar een collega van mij die is echt helemaal dol op de cacao body scrub van de Body Shop. En ik had altijd zoiets van, ja, ik ben niet zo dol op cacao. Maar ik dacht, nou laat ik hem toch maar eens gaan proberen. En hij is zo ontzettend fijn. Echt als je een grove scrub zoekt die dus echt flink veel korrels heeft. Die gewoon stevig scrubt. Echt, deze is super. Dus ik heb dan de cacao body scrub. En ik wil altijd alles matchend hebben. Dus dan heb ik ook nog de cacao body butter die erbij hoort van de Body Shop. En dat is deze.
En dat is ook een vrij dikke, super hydraterende body butter. En beide producten zijn geschikt voor de extreem droge huid. En ja, ik ben niet zo van de cacao, maar dit vind ik echt hele fijne producten. Dus als je echt een super droge huid hebt en ook voelt ja, dat je echt van die droge velletjes en droge ja, de stukjes huid hebt op je benen, dan is dus die scrub in combinatie met de body butter echt super. En afgelopen maand ben ik ook nog geweest bij de presentatie van de Body Shop van de lancering van de nieuwe Chocomania lijn. En dat is dus een lijn die helemaal gebaseerd is op chocolade. Of geïnspireerd is door chocolade, moet ik even goed zeggen. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben helemaal geen chocoholic. Ik vind het af en toe wel lekker, maar ik eet misschien chocola 1 of 2 keer per maand. Echt vrij weinig in verhouding met heel veel andere vrouwen. Maar toen ik die chocoladelijn rook, dacht ik echt van wauw, dit vind ik lekker. En om te beginnen met de douchegel. Dit is de Chocomania Shower Cream. En als je deze gebruikt, het is een soort chocoladevla. Daar doet hij me gewoon meteen aan denken. Dus ja, chocoladevla, chocolademuffin, browniebeslag. Ja, dat soort geuren moet ik echt meteen aan denken. En het is dus niet een misselijkmakende synthetische geur, maar gewoon echt chocola. Dus de douchegel. En zoals ik al zei, ik wil alles altijd matchy-matchy hebben. Dus ook de body scrub. En de body scrub die vind ik echt super. Als je het ziet, kijk nou. Ik moest meteen aan beslag denken van brownies of zo. En deze ruikt ook zo ontzettend lekker. Dit is overigens echt een hele milde scrub. Hij bevat suiker en de velletjes van cacaobonen. Dus hij is redelijk mild. Maar alsnog scrubt hij prima. En dan is er natuurlijk ook nog de body butter die erbij hoort. En dat is deze. En dit is echt zo, je ziet het al. Het is echt een hele harde, stevige body butter. En die ruikt ook zo. Dus ja, ik vind het echt een hele leuke lijn. Ik ga er binnenkort nog een artikel over schrijven, want er zijn nog veel meer producten. Maar dit zijn dus een beetje mijn favoriete body producten van deze maand. Nou, dit waren dus mijn favorieten voor januari. Ja, winterse favorieten en allerlei nieuwe fijne make-upjes. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!